Hallo, ik ben Monique en het onderwerp van vandaag is vergeving. Wanneer een vervelende gebeurtenis schade aanricht, dan leidt dat vaak tot pijn, boosheid, verdriet. Vergeving is dan niet het eerste waar je aan denkt en het is ook helemaal niet zo makkelijk. Je mag ook boosheid, verdriet voelen of welke emotie voor jou op dat moment een rol speelt. Het is vaak heel erg terecht en vergeving is niet eens mogelijk als die emoties, die gevoelens niet de ruimte krijgen. Maar als je je los wilt maken van die gebeurtenis of persoon, dan is het wel handig om richting vergeving te bewegen. En dat is een proces. Dat is een proces van binnen. Je doet het voor jezelf, niet voor de ander. Je hebt de ander er in principe ook niet bij nodig. Vergeving is een proces om in het reine te komen met je eigen emoties, met je eigen gevoelens. De weg is naar binnen. En als je door dit proces heen komt, dan ben je ook in staat om de ander te zien in zijn eigen perspectief. Zonder verwijt en zonder de gebeurtenis goed te keuren. Je bent waarschijnlijk ook in staat om te zien wat deze gebeurtenis jou gebracht heeft. En effectiever om te gaan met vergelijkbare situaties als die zich weer voordoen in de toekomst. In feite maakt vergeving je vrij. En dat is een heerlijk perspectief om je op te richten. Hoe moeilijk dat ook is om er te komen. Nou, heb je daar een beetje hulp bij nodig? Neem dan contact op. Ik help je graag.